Universiteit van Nederland. In het Limburgse Heuvelland gaat een revolutie plaatsvinden. Een natuurkundige revolutie. Hier komt misschien wel de allergrootste telescoop ter wereld, waarmee de jacht wordt geopend op allerlei vreemde fenomenen in het heelal. Van wormholes tot bizarre sterren. Maar vooral de jacht op mysterieuze zwarte gaten. Zwarte gaten zijn voor ons in de natuurkunde ontzettend belangrijk, omdat het een van de plekken is waar alle natuurkunde samenkomt. Dus als wij die goed begrepen hebben, dan hebben we eigenlijk de basis van het hele universum begrepen. Het hele universum begrijpen. Hoe vet is dat? Dat is waar natuurkundige Gideon Koekoek van de Universiteit Maastricht zich dagelijks mee bezighoudt. En dus ook met die zwarte gaten. Zwarte gaten zijn bijzonder omdat ze al 100 jaar geleden in 1916 voorspeld waren op basis van berekeningen van de algemene relativiteitstheorie van Einstein. En is het leuk om te weten dat Einstein zelf dacht, ja, die zwarte gaten, ik weet niet echt of die kunnen bestaan. Ja, wel dus. In 2019 werd zelfs voor het eerst een zwart gat op de foto gezet. Maar ondanks dat blijven het eigenlijk objecten, ja, die voor ons hetzelfde zijn als wat de diepe oceaan is voor een ontdekkingsreiziger. Namelijk een mysterieuze plek vol met dieptes en mysteries die we nog niet helemaal gezien hebben. In deze aflevering is de Universiteit van Nederland in Zuid-Limburg. Hier komt misschien wel die reusachtige telescoop waarmee we meer over zwarte gaten kunnen leren. Al hoopt Gideon nog iets mysterieuzers te vinden dan normale zwarte gaten. In theorie bestaan er ook objecten die lijken op zwarte gaten van buiten, maar aan de binnenkant er toch heel anders uitzien. Een soort bedriegers, een soort neppers. Nou, wat die bedriegers kunnen zijn, ja, dat hangt een beetje van je favoriete nieuwe model af van de natuurkunde. Eén mogelijkheid is dat het misschien wel wormholes zijn. Een soort gat in het universum die een tunnel maakt naar de andere kant van het universum. Een directe verbinding van de ene naar de andere kant van het universum. Dat zou echt wat zijn. Die neppe zwarte gaten, die bedriegers, die bewaren we voor straks. Eerst de basis. Wat is een zwart gat? We vertellen je voor nu even wat je moet weten voor deze aflevering. Les 1. Zwaartekracht. Een zwart gat is een plek in het universum waar de zwaartekracht extreem sterk is. Dan moet je denken dat je een hoeveelheid massa, kilo's bij elkaar pakt, tientallen keren zwaarder dan de zon, honderden keren, soms wel miljarden keren. En dan wordt de zwaartekracht zo sterk dat de hele ruimte eromheen begint te vervormen. Als ik naast een zwart gat ga staan, dan is de vervorming van de ruimte zodanig dat mijn voetjes in de buurt van het zwarte gat meer worden uitgerekt dan mijn hoofd. En dat betekent dus eigenlijk dat ik als een soort spaghetti sliert uiteen wordt getrokken. Nou, dat is niet omdat mijn lichaam uiteen wordt getrokken. De ruimte waarin ik leef, direct op. En ik die erin zit, direct dus mee. Dat klinkt als iets waar je vooral van uit de buurt wil blijven. Want hoe dichter bij het zwarte gat, hoe sterker de ruimte wordt uitgerekt. Verder met les 2. Licht. Die vervorming van de ruimte zorgt ervoor dat licht wordt ook meegerekt. Licht is een soort golf. En als een golf uitrekt, dan wordt die golf die wordt langer en langer en langer. En hoe langer een golf wordt, hoe moeilijker het wordt om hem te zien. Rondom een zwart gat is nog een klein beetje licht. Dat kunnen we ook nog zien. Tot aan de rand van het zwarte gat. En de rand is eigenlijk waar de oprekking dus zodanig is dat er geen licht meer uit kan komen, dat het licht helemaal opgerekt wordt. Totdat er geen lichtgolfjes meer over zijn. Ja, en dan kunnen we het licht ook niet meer zien. Dat brengt ons bij les 3. De binnenkant van een zwart gat. En die is heel erg mysterieus, want ja, dat licht komt dus niet naar buiten op de manier die wij kunnen waarnemen. Heet het daarom ook een zwart gat? Ja, het heet daarom een zwart gat. Het is echt dat het oprekken van het licht maakt dat het steeds donkerder en donkerder en donkerder wordt totdat je niet meer ziet. En daarom hebben we dus ook nog nooit in een zwart gat kunnen kijken. Maar ja, als je de wiskunde volgt, dan kun je wel berekenen wat er in een zwart gat gebeurt. De berekeningen zeggen namelijk dat alles wat aan de binnenkant zit echt naar binnen wordt gezogen naar het middelste puntje. Dus eigenlijk zou het dus een soort lege bel moeten zijn met in het midden een soort hele harde massieve pit. Tenzij dat zwarte gat toch een bedrieger is. Een nep zwart gat. En daar kan van alles in zitten. Zoals exotische donkere materie of een poort naar een ander universum, je verloren enkele sokken in de was. En deze bedriegers kun je alleen ontmaskeren door de binnenkant te ontrafelen.
Maar goed, echt of nep? Ja, waarom is dat eigenlijk zo interessant? Ik wil gewoon heel erg graag weten hoe het universum in elkaar steekt. En zwarte gaten hebben de leuke eigenschap dat er heel erg veel natuurkunde samenkomt. Einsteins relativiteitstheorie over alles dat we kunnen zien, van tennisballen tot planeten. En de kwantumtheorie over de allerkleinste, bijna onzichtbare deeltjes in het universum. En op dit moment weet niemand precies hoe die theorieën allemaal aan elkaar vastzitten. Wel hoe ze per stuk werken, maar het totaal heeft niemand precies uitgezocht. Maar plekken zoeken waar het allemaal samenkomt, dat gebeurt eigenlijk bijna alleen maar bij zwarte gaten of die bedriegers. En ik wil heel erg graag weten, kunnen we aan zwarte gaten of hun binnenkant zien hoe de echte, nog diepere theorie eruit ziet? Leuk die berekeningen, maar hoe weet je zeker wat erin zit? Ja, hoe kunnen we dat meten? Nou, de reden dat wij het nu niet kunnen doen, heeft dus ermee te maken dat licht er gewoon niet mooi uitkomt. Dus met een lichttelescoop, hoe groot en hoe perfect dan ook, is het gewoon letterlijk onmogelijk. Dus wat wij nodig hebben is een nieuwe manier om naar dingen als zwarte gaten te kijken die niet met licht te maken hebben, maar met zwaartekracht zelf. Nou, dat zijn de zwaartekrachtsgolven. Wacht even, zwaartekrachtsgolven? Golven van zwaartekracht? Wat zijn dat precies? Ja, zwaartekracht kennen wij natuurlijk allemaal uit dagelijkse ervaring. Ja, het feit dat als je iets in je hand hebt en je laat het vallen, dat het dan op de grond valt. En dat komt omdat massa's kilo's elkaar aantrekken. Nou, de aarde heeft de meeste kilo's, dus die trekt het hardst. Dus in de praktijk zie je vooral dat dingen naar beneden vallen. Maar in werkelijkheid trekt alles aan elkaar. Dus de appel trekt ook de aarde een klein beetje omhoog. Alles met gewicht trekt dus ook aan al het andere met gewicht. En hoe dichter objecten bij elkaar staan, hoe sterker die aantrekkingskracht. Einstein kwam erachter dat er nog een subtiele laag onder zwaartekracht zit. Namelijk dat de ruimte kan vervormen. En dat is eigenlijk het effect van zwaartekracht. We leggen het uit aan de hand van een bak water en appels. Het oppervlak van het water, dat is de ruimte. En de appels, dat zijn de zwarte gaten. Als je één appel of één zwart gat compleet met rust laat, dan gebeurt er niks. Dan is het wateroppervlak is gewoon helemaal stil. Maar als ik die laat wiebelen, dan gaat dat water begint te golven. Nou, dat kan zwaartekracht ook. En dat golven van het oppervlak, dat golven van de ruimte, dat is wat wij een zwaartekrachtsgolf noemen. Een zwart gat wiebelt niet uit zichzelf. Daarvoor zijn twee zwarte gaten nodig, oftewel twee appels. Want als die dan bij elkaar in de buurt komen, dan beginnen die aan elkaar te trekken, dan beginnen die een rondje om elkaar heen te draaien en dan gaat dat hele oppervlak begint te golven. En dat zijn onze zwaartekrachtsgolven. Hoe die golven eruit zien, dat vertelt ons iets over het object. Ieder object maakt net iets andere golven. En dat geldt ook voor die zwarte gaten. Het ene type golf betekent een normaal zwart gat en het andere type golf betekent zo'n neppert. Kunnen wij die zwaartekrachtsgolven, kunnen wij die voelen? Nee, je kan de zwaartekrachtsgolven niet voelen. Daar zijn ze veel en veel te klein voor. Je moet je voorstellen, als je één haartje neemt en daar neem je de dikte van, daar moet je een miljoenste van nemen en daar weer een miljardste van. Dat is hoeveel of hoe weinig die golven door ons heen gaan. Dat is compleet onvoelbaar voor ons als mensen. Een zwaartekrachtsgolf kun je wel meten met een heel erg slim en gevoelig apparaat. En dat hebben we al een keertje gedaan. Namelijk in 2015 heeft een zwaartekrachtsgolftelescoop de botsing gemeten van twee zwarte gaten. Dat was een enorme doorbraak voor de natuurkunde. Maar als we al een detector hebben die zwaartekrachtsgolven meet, waarom willen we dan in Limburg een nieuwe telescoop bouwen? Die eerste meting die heeft ons geleerd dat die zwarte gaten dus bestaan en dat ze op elkaar botsen. En in die 10 jaar sinds de eerste meting hebben we er ongeveer 100 gezien inmiddels, botsende zwarte gaten. En daarmee hebben we ontzettend veel geleerd over het universum. Bijvoorbeeld hoeveel zwarte gaten zijn, hoe vaak ze op elkaar botsen. Maar die Einstein-telescoop die gaat niet alleen veel meer zwaartekrachtsgolven meten. Hij meet ze ook met een grotere precisie. Dus niet alleen vinden we meer botsingen, je kan ook per botsing veel en veel meer leren over zwarte gaten en over het universum. In 2035 moet de Einstein-telescoop gebouwd worden. En hoewel het nog niet zeker is of dat echt in ons kikkerlandje gaat gebeuren, wordt hier al wel de technologie getest. Dat gebeurt in een lab in Maastricht. Daar staat de ET Pathfinder. Een soort mini-versie van de telescoop. Nou, dit alleen al is een enorm project waar meerdere Europese landen bij betrokken zijn. Hij is niet groot genoeg om daadwerkelijk
zwaartekrachtsgolven te meten uit het universum, maar wel om de technologie te testen en die precies zo nauwkeurig te maken als dat we nodig hebben. Deze technologie is zo nauwkeurig dat zelfs een stofje de meting kan verstoren. Dus voordat we naar binnen mogen, wordt de crew, inclusief camera, stofvrij gemaakt. Binnen staat een grote installatie met lange buizen, waarin laserstralen heen en weer worden geschoten. En door te meten hoe lang die laserstralen heen en weer kaatsen, kunnen wij meten hoe erg de ruimte aan het golven is geweest. Maar hoe kan het dat we daarmee vanaf onze aardbol iets zinnigs kunnen zeggen over zwarte gaten lichtjaren verderop? Dat kun je eigenlijk vergelijken met dat je aan het strand ligt en dat er een grote watergolf jouw kant op komt. En als je heel goed kan rekenen en je kan heel goed meten aan die watergolf, dan kun jij terugrekenen waar die golf is ontstaan, wat de golf gemaakt heeft en wat de eigenschappen zijn geweest. Hetzelfde kunnen we doen met zwaartekrachtsgolven. Door een zwaartekrachtsgolf te meten, kunnen wij zien waar die ontstaan is, wat er om elkaar is gebotst en dus ook of het zwarte gaten waren of stiekem toch die bedriegers. Daar zijn ze weer, die bedriegers waar Gideon naar op zoek is. Maar als het geen zwarte gaten zijn, wat zijn het dan wel? Eén mogelijkheid is dat het de gravastars zijn, een soort bel, zwevend in het universum, gevuld met donkere energie. Een andere mogelijkheid is wel wat exotischer, is dat het misschien wel wormholes zijn. Een soort gat in het universum die een tunnel maakt naar de andere kant van het universum. Dan zouden we dus vanuit Maastricht zo hop naar een andere planeet kunnen reizen, lichtjaren verderop. Maar daar moeten we nog maar achter komen. Wat Gideon precies gaat vinden, dat blijft een verrassing. Het leuke natuurlijk van wetenschap bedrijven is dat je dingen gaat zien waarvan je weet dat ze er zijn, maar dat er ook vaak dingen bij zitten waarvan je nog niet precies weet wat het is. Dus eigenlijk hebben we nog maar het topje van de ijsberg gezien, de zwarte gaten en zo. Het kan zomaar zijn dat er nog heel veel andere mooie, spannende natuurkunde onder zit. Ja, en daar gaan we proberen achter te komen. Wat ik persoonlijk het allerleukste vind, is dat we er misschien wel achter gaan komen dat die relativiteitstheorie van Einstein toch stiekem anders in elkaar zit. En één manier om erachter te komen is door bijvoorbeeld die bedriegers tegen te komen. Dingen die op zwarte gaten lijken, maar stiekem al die tijd iets anders waren. Dus eigenlijk wil jij gewoon bewijzen dat Einstein het mis had? Dat willen eigenlijk allemaal in de natuurkunde. Dankjewel Gideon dat we mee mochten op jouw zoektocht naar zwarte gaten en bedriegers. En jij luisteraar ook bedankt. Tot de volgende!